periode zorgt voor saamhorigheid. En het maakt de mensen weer bewust van het lokale kopen en de essentie daarvan. Achter de lokale ondernemers staan geen miljardenbedrijven, maar gewoon echte mensen met hart en passie voor hun zaak. Nou, tuurlijk was het aan het begin echt wel heel even moeilijk. Hoe gaan we hiermee om? Hoe is het toe te passen bij ons in de winkel? Ons team, daar zijn we echt super trots op, want zonder hun kunnen we dit allemaal niet doen. Zij doen het wel, ook in deze tijd. Ik kan me ook voorstellen dat daar een stukje angst bij komt kijken, een stukje onzekerheid. Maar ze staan er, ook nu, ook in deze anderhalve meter samenleving. Ken je dat gevoel dat als je 's ochtends voor je kast staat en dat je denkt, hey, wat ga ik nu eigenlijk aandoen? Dat je dan dat nieuwe truitje aandoet en dat je jezelf de hele dag gewoon heel goed voelt. Het leuke wel is aan die coronatijd dat mensen heel innovatief worden. En zo hebben wij ook nieuwe initiatieven hier in de winkel. We stappen ook gewoon op de fiets om te bezorgen bij onze klant. En daar helpen zij ons ook bij. We hebben shop op afspraak in de avonduren. Zodat ze de hele winkel met 3 personen of met een gezin voor zich alleen hebben. Kleding. Of laat ik het zo zeggen, ik hou van een sterke persoonlijkheid. Kleding helpt mij daar gewoon bij. Het is gewoon bam, hier ben ik. Kleding aan, goed pak, mooie jumpsuit, bomberjack. Dat is Fleur, lippenstift op en gaan.